jij daar nou weer? Laat hem maar op de muur. Nou, elkaar zit vol. Jongens, ja. Nou, wat zit er allemaal in, jongen? Tilla, daar kun je doorheen. Die ballen aan het kweken. Kroos, hebben we gevaar? Je hebt lekker in dat bad. Nee, ik zie goed. Ik zie lekker. Oh, nee. Geef nu al daar. Waterballon. Een hele goede. Goedemorgen. Morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Pellinga's familievloggers. En we chillen lekker in bed. Het is, wat is het? Maandagochtend? Nee? Geen idee. Dinsdagochtend. Ik heb geen idee wat voor welke dag het is. We zijn een beetje de... Desoriënteerd. Oh, het is vandaag dinsdag. Wij zijn aangekleed. Luan, ik moet nog even aankleden. Maar Lucilla is inmiddels alweer beneden. Want gisteren hebben we geen boodschappen gedaan. Dus we hebben niet zo heel veel in huis. Maar volgens mij hebben we nog wel wat brood in de vriezer liggen. Zo, we gaan eens even kijken. Ja, de wasmachine die kwam aan. Daniel heeft net honden uitgelaten. Yes. En we gaan eerst eventjes lekker ontbijten. Dit is het mooiste vakantieplekje, meisjes. Gewoon lekker thuis. Daar is mijn lieve Luxie. Mijn lieve Lucilla, ja, zijn we weer met de papa aan het spelen. Nou, hier krijgt Luxie geen genoeg van. Lekker schommelen, hè? Oh. Zo. En weer heerlijk op ons vertrouwde bankje. Eten we eventjes een lekker ontbijtje, een kopje koffie. Goedemorgen, kinderen. Goedemorgen. Luxie zit er lekker in de schommel. En volgens mij is Daniel nu al even de was in de wasmachine doen. Die heb ik net klaargelegd. De koffers uitgepakt. Dat heb ik vanochtend allemaal gedaan. Nu zijn we even hier lekker aan het chillen, Luxie. En Luxie die is weer helemaal blij met de schommel. Want ze is heel blij met de schommel altijd. Daar zit ze zo graag in. Het wordt vandaag weer een prachtige... Dag. Oh, Lucilla, wat heb jij daar nou weer? Ik zie iets van Pellinga's. Ja, misschien is het wel een kussen. Is dit goed ingepakt, hè, jongens? Ja. Wauw. Wauw, mooi. Hé, daar staan wij op. Deze is... Super! En Luxie, eens kijken Luxie, heb jij er ook een? Kijk eens, deze is voor Luxie. En deze is voor mij. Wauw, leuk jongens. Deze is van mij. Bellinga kussens. En ook in verschillende maten, hè? Kijk, dit is de grote. Dit is de grote formaat. Dan hebben we dit formaatje. Dit is dan de middelste. En dat is dan het kleinste formaatje. Ik wil deze. Grappig, hè? Leuk hoor jongens. Hartstikke leuk. Nou, dit is geel. Ja. Mag ik hem meteen op de slaapkamer zetten? Je mag hem op je slaapkamer zetten. Ja, ja. De slaapkamer zetten hoor. Nou, deze kussens die kun je dus ook bestellen. Die staan hieronder onze video's. Kun je kijken in de shop wat je leuk vindt. Deze had ik zelf nog niet in het echt gezien. Maar dit zijn ze dus in het echt. Hier staat waar hebben jullie ze neergelegd? Kijk, oh, hier, hier in je bed. Oké, okay, heel mooi. En waar heb jij hem neergelegd, Lucilla? Heel mooi. Hier ligt die van Lucilla. Dat heb ik inderdaad ook besteld. Dat schijnt zo'n hele aparte plakband te zijn die je overal kan opplakken. En dan plak je zelfs aan de muur. Die spiegel van jullie was toch gevallen? Bij jullie knutselhoekje. Dat is een goeie. Kom, we gaan even naar het knutselhoekje. Want volgens mij, daar had ik dit plakband voor. Het is super donker. Soms kom je toch op Instagram en Facebook van die advertenties tegen. Van die gekke gadgets. Ja, en ik ben daar soms wel een beetje gevoelig voor. Dus ik, oh leuk, koop ik even. Dus dat was ook dit plakband. Dit plakband schijnt overal te kunnen plakken. Zelfs aan de muur. Want die spiegel van jullie, laat eens zien die spiegel. Die was van de muur gevallen. Die spiegel. Dit is een bijzonder. Dit is heel bijzonder plakband, schijnt. Nou, ik pak gewoon een reep. Plak hem maar op de muur. Verdertje kan je eraf halen. Ja, en dan plakken we dit op de muur. Zo. Oh, wat grappig dit. Ja, dan plak de spiegel er eens tegenaan. Wel recht, hè? Nee, andersom, liefie. Oh, hij staat op de kop. En dan plakken we de spiegel er tegenaan. Heb je hem recht zitten? Blijft hij zitten? Hey, wauwie. Nou, hij blijft. Hij blijft zitten. Ik vind het een top iets. En dan hebben we nog iets leuks. Want ik heb bijvoorbeeld ook hier dit leuke schilderijtje van Lucilla. Wat ze voor moederdag heeft gemaakt. Misschien kunnen we dat wel hier op de muur plakken. Als we toch de plakband hebben. Ja. Zullen we eens proberen? En duw maar. Goed duwen. Duwen. Wauw. Kijk eens. En die zit ook op de muur. Superleuk, hey, zonder gaatjes te boren. Dan kunnen we allerlei dingen ophangen. Ja, dat kunnen we dat ook ophangen. Goed idee, Luan. Oh, we gaan even dingen ophangen hier in huis. Ik ben helemaal verbaasd. We hebben jullie mooie schilderij wat gemaakt is door superlieve Evie, lieve fan.
Die hebben we hier neergehangen. Ja. De andere die hebben we hier neergehangen. Ook gemaakt door een lieve fan. En kom eens. En hier. Johan is ook helemaal blij. En hier. Deze hebben we hier neergehangen. En die hebben we daar neergehangen. En dit hoekje dan. Daar hebben we dat bordje neergehangen en dat homebordje neergehangen. Ja. Nou jongens, echt helemaal top. Nou, wij hebben ons aangekleed, tas gepakt en op naar de supermarkt. Want we hebben werkelijk niks meer te eten of te drinken in huis. En dat is ook niet gek. Dat is een heerlijke vakantie. Zo, nou, op naar de supermarkt. Het was vanmiddag 30 graden, dus we gaan nu nog maar even vroeg de boodschappen aan. Nou, mijn kaartje zit erop. Nou. Eerst even naar de kruidkast, hè? Okidoo. Eerst naar de kruidkast. Voor luiers en make-upjes en tandpasta. Okay. Billendoekjes, alsjeblieft. Nee. Maar Luxie, we gaan jou wel trainen zinnelijk worden met je potje. Ja. Dat is misschien wel een van de laatste pakken luiers, hè? Ja, van de zomer is ze zinnelijk. Ik ben heel optimistisch. Na de zomervakantie is ze zinnelijk, mama. Kijk eens doen, jongens gel. Een nieuwe pot voor ons, jongen. Een meisjesgel. Meisjesgel. Ja, die heeft ze. Oké, ik zie jullie zo. Ik ben even de kruidvast van weer. Kijk, deze kan vast naar de auto. Luxie. Nou, van all-in cruisevakantie weer terug naar de Lidl, hè? Ja. Fijn om thuis te zijn. We zijn weer lekker thuis en we gaan de voortuin omtoveren tot een oase. Als we in de vingers knippen, is het oase. Wij zijn weer lekker thuis en vandaag wordt het echt weer 30 graden of zo. Dus wij gaan een lekker zwembadje opzetten. Luan die rolt even de kabel uit, want we gaan dit leuke zwembadje opzetten. Het heeft Luxie een keer gekocht in de Action in die vlog dat Luxie alles mocht aanraken in Action wat ze tegenkwam. En onder andere raakte ze dit dingetje aan, waar we natuurlijk allemaal best wel blij mee waren, want het is best wel een leuk. Alleen die hebben we nog niet opgezet. Dus dat gaan we even doen. We hebben hier een blaasapparaatje. Die gaan we even aansluiten. Staan. Kijk Lu, dat kan je als de beste. Ja, dit kan ik wel. Onze grote techneut. Wat zit er allemaal in, jongens? Ballen! Zitten er ballen bij? Oh, dat is mooi. Wauw. Nou, kijk, ze hebben het nog niet uitgepakt en ze hebben alweer pret. Ja, en nu het grote zwembad, hè? Hoe gaan we dit eruit halen? Even kijken. Ja, trek maar aan de doos. Oh. Mam, jij moet echt blijven staan, hè? Ja, zo. Nou, gaan we hem hier neerleggen? Oh mam, ook nog deze. Op het zachte kleed. Oh ja. Dan eerst eens eventjes helemaal uitvouwen. Eerst even alle ballen bij elkaar. Zo. Anders ga ik me hem kwijt. Zo. Nou Lu. Oeh. Kijk, Pip die gaat er al op liggen. Ja. Pip die denkt, hé, een lekker cool plekje om op te leggen. Pip, je moet hem even afschrikken. En er zit nog wat bij. Dit zit er ook nog bij. Die gaan we ook nog even opblazen. Pip die vindt het een heerlijk cool plekje zo te zien. Mam, mag ik hier nu aan doen? Ja, even het goede toetje erbij zoeken. En dan kun je hem aanzetten. En dan duurt het wel even voordat hij opgeblazen is. Maar we hoeven het niet zelf op te blazen. Dat scheelt weer, hè? Ja, met die warmte. Heel erg. Nou jongens, het begint al ergens op te lijken, hè? Ja! Leuk, joh. Leuk, Lucilla. Daar kun je doorheen. Grappig, hè? Nou, hij is bijna opgeblazen. Zo, en het badje is helemaal opgeblazen er wel. Hier staat hij. Echt een superleuk dingetje trouwens. Kijk, we hebben hier een heel klein mini glijbaantje. Daar is zo'n dingetje waar je doorheen kan. Lucilla die gooit de balletjes erin. En hier hebben we zo'n leuk krokodilletje. Het is eigenlijk de bedoeling, Sil, dat je met die balletjes in het krokodilletje gooit. Zie je dat? Probeer maar in het krokodilletje te gooien. Zie? Goed zo. En dan rolt hij weer hier door het gat. Ze hebben een gat. Dan rolt hij daar weer doorheen. Kijk, komen ze daar weer uit. Grappig, hè? Nou, we gaan even iets meer water erin doen. En eventjes zwemkleren aandoen. En dan kunnen we een plonsje wagen. Nou, Sil, je voes in de pipbal. Kan je varen? 1, 2. Hey! Daar gaat Lucilla. Handen glijbaan. Yay! Ja, jij moet nog
Hij moet wat natter, hè? Luan is hier weer spierbal aan het kweken. Oh. Oeh, jongen toch. Zo. Hele volle emmer. Gaat dat lukken met die spierballen? Oeh. Oeh. Ik heb al 8 emmers gedaan. Ja, dat is en waar. En ik heb er al 3 gedaan. En ja? Ik zou nog 7 doen. Oké. Okay. Nou, dan ben je er bijna. En hoeveel moet ik dan nog? Je hebt er al 3 gedaan. Je wilde 7 doen? Dan moet je er nog 4. 4. Ja. Luan die doet eerst even met een paar warme emmertjes water in een badje. En daarna doen we de tuinsproeier erin. Dan is het ook lekker voor Luxie. Ja, Luxie, dit is jouw bootje. Oeh, water erbij. Lekker water erbij. Dat is jouw bootje, Luxie. Wauw. Dat is mooi. Waarom Luxie niet? Kijk, Luxie gaat erop zitten. Luxie denkt dat het een stoeltje is. Luxie, dit is een bootje. Hé, op die cruise hebben we gevaren. Ja, weet je dat nog? Kijk, het lekker in dat bad. 1, 2, yay! Luxie, ben je lekker? Ben je lekker badje? Dat is een lekker badje. Ja, goed zo. Ja. Hé, hey, dat is lekker. Koekoek. Mag jij Luxie helpen? Luxie, kom maar. Kom maar, schatje. Luxie, kijk. Kom maar, schatje. Dat is leuk. Ik zie ook. Kom maar hier. Hier. Kom maar kijken. Kijk maar zo. Kijk maar. Kijk. Hebben jullie zin in een leuk spelletje? Ja. Zullen we een spelletje doen dat wie het laatste uit het zwembad is, die het langst in het zwembad mag blijven zitten, die wint een cadeautje. En de tijd gaat nu in. Nou! Oh, dit is echt zo lekker!
met een broekje, Luxie. Ja, Luxie heeft een mooi meloentje. Dit is Tante Belly. Luxie heeft een lekker meloentje. Die stapt er over in met het meloentje. Nou, jammer. Deze eerste poging was mislukt. Ze waren met de slim elf. Ik kwam iets te dichtbij zodat ze het uit mijn hand konden pakken. En nu hebben ze dus een lekkere watermeloen in het zwembad. En Luxie die maakt dit niks uit, hè, Luxie? Die pakt gewoon een lekker meloentje als ze er zin in heeft. En Liffie? Is die lekker, Luxie? Ja, is die lekker? Oh, poefjes. Oké, nou, mama gaat op naar de tweede ronde om jullie eruit te lokken. Mag ik hem weer? Oh, lekker, mama? Jongen. Ja? Nu? Maar dan gaat het elke keer moeilijker maken om uit te lokken. Ja, ik moet heel erg wat gaan bedenken. Nu, ik weet iets moeilijker. Alles moet binnenboord. Dus je handen mag niet buitenboord. Dat is een goeie. Je benen mag niet buitenboord. Oké. Okay. En mam, jij gaat verzinnen om ons uit te lokken. Oké, okay. Ik ga het proberen. Maar eerst zit mama even lekker dit... Kinderchampagne. Kijk eens wat ik hier heb, kinderen. Champagne. Oh, wat lekker. Kinderchampagne. Ja, wat lekker. Oh nee. Ga je erin blijven? Wat ga je doen, Johan? Ga je bijna verliezen of niet, jongen? Gaat Lucilla winnen? Geef van mij. Oeh. En allemaal winnenbord. Dank je. Luxie mag er ook wel een hoor. Oh, zo lekker chocola. Lekker, lekker, lekker. Echt smullen hoor, chocola. Dan komt Luxie er ook in.
Oh, heerlijk die chocola, Luxie. Zo lekker chocola. Ja. Nee, ik heb niks. Maar, je hebt geen chocola. Nee. Nee, vind het niet erg dat je geen chocola hebt. Luxie, die smult van de chocola. Oeh, kijk eens, het smelt in de hand. Oeh, lekker, lekker, lekker. En Luan ook, die vindt dat zo lekker, hè, chocola. Ja, maar ik heb nog steeds niet af. Wil je er niet uit dan, voor een lekker stukje chocola? Oeh, kijk eens, pak maar, pak hem maar. Nee. Pak maar. Probeer hem te pakken. Ik kan niet bij. Dan wil je nog steeds als je hem wil. Ah, ik zou hem niet geloven. Zil, ik vind dat je het hartstikke goed hebt volgehouden, meisje. Kijk eens. Oh ja, die van Luxie ook. Ik pak er nog wel eentje, goed? Je krijgt een cadeautje. Ik weet alleen nog... Ja. Ik weet alleen nog niet wat. Dit is niet het cadeau hoor. Nou Lucilla, omdat jij hebt gewonnen met dit ontzettend knappe, moeilijke, lastige spelletje, heb ik hier een cadeautje voor jou. Ballonnen? Dat zijn waterballonnen. Kijk, ik zie. Dat zijn echte waterballonnen. Zullen we die eens gaan opblazen? Ja, vind je dat leuk? Ja? Mama trots op jou, hè? Nou, ik ga eventjes waterballonnetjes vullen. Nou, gaan we even waterballonnetjes vullen. Met het cadeautje wat Lucilla heeft verdiend. Zet je hem weer uit. Haal je hem eraf. En dan draai je... Ja, dat knoopje draaien is lastig, denk ik. Ik kan zo'n knoopje draaien, zie? Het is... Zo! Zo doe je hem erom. Zo, deze zit vol. De waterballonnen, die zijn gevuld. En de kinderen die weten een heel leuk spelletje. Wat gaan we doen, jongens? We moeten... Kijk, dus we mogen een kleur waterbal. En die moet proberen... Dus mama staat dan op de straat. Die moet proberen om op mama te gooien. Dus als ik het goed begrijp is mama het doelwit op het moment. En dan gaan jullie op mama gooien. En wie dan het meeste ballonnen mama heeft gegooid. Ja, maar papa ook gooien? Nee, ik denk dat papa mag filmen. Nou, hier gaan we staan. Moet ik daar staan? Dat is wel grappig natuurlijk, hoe mama wordt ingepeperd. Allemaal? Ja, al die ballonnen, ja. Oké, het is dat het 30 graden is buiten, jongens. Dat ik niet zo heel erg vind. En moet mama dus nou nat gooien, hè? Als we het op de buik hebben, 10 punten. 10 punten? Als we op de... armen hebben. Dat was 5 punten. 5 punten en op de benen 6 punten. En als op de hoofd, ja? 20 punten. Okay. En als je op de borstjes doet, 100. Dat mag je niet zeggen. 100 punten op de borstjes? Ja. Woezel. Oké, Woezel en Pip, de scheidsrechter. Oké. Woezel en Pip zeggen 1, 2, 3 af. Ja, Luan, ga maar staan. Ja, 10 punten. We moeten hem scherp maken.
aardappel. Bijna in de kruis. Ja. Oh. Doe maar, Sil. Volgende. Ja. Nee. Harder gooien, Sil. Oh. Zo, Luxie, we gaan even op bezoek bij opa en oma. Kijk dan. Oh. Ja. Zo. Hey, hallo. Aske. Hallo. Daar is Lijntje. Daar is Lijntje. Oh, zullen we dat even mooi aan het kleuren bij oma? Kijk. Wauw. Eerst had ik die gedaan. Toen die. Oh, mooi hoor. Ja. Luxie zit hier. Hé, hey, Luxie. Wat een beetje kinderwagens. Oh. Gezelligheid hier. Kijk, zie je dat? Dat zijn alle glijbanen. Oh, gingen we van die glijbanen af staan? Ja. Sina mocht er niet vanaf. Oh. En twee glijbanen mocht er vanaf. Dat waren allebei met banden. Ja. En één hele steile die zo gaat. En daar mocht ik er nou weer niet in. Nee. En daar ging mama alleen vanaf. Oh, ja. Kijk, dat was een foto. Zijn foto verdienen ze leven met. Heerlijk. Dat was uit dichtbij te eten. Was ik nog aan? Ja, maar van boven tot beneden. Ja. Mooi, hè? Nou, die geur, die hebben we gemist, hè? Oma geur, kijk, we eten weer een lekkere grote gehaktbal. Met lekkere, wat zijn het, bientjes allemaal? Of piepertjes? Bientjes. Zijn bientjes, kun je zeggen bientjes? Bientjes. Bientjes, eigenheimertjes. Ik wil zeggen, moeder, dit ruikt wel weer van de oudste. Oma spinaziehapje. Oeh, Luxie ziet die oogjes, ja? Ja, Luxie. Huh? Nee, nee, dat had ik roes niet. Geen oma spinazie. Wat zeg je dan tegen oma? Dankjewel. Alsjeblieft, jongen. Heel smakelijk. Wij zijn weer lekker home sweet home bij oma en opa. We gaan lekker een spinazie opeten. En dan naar huis en bad in de bed. Wij zeggen leuk dat jullie erbij waren. Doe de duimpje omhoog. Vergeet even niet te abonneren. En klik even op het belletje. En misschien graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee.